Chilling Rain heeft geen geluk gebracht. Maar Evolving Skies is altijd goed voor ons. The Reverse is a Moon and Sun Badge. En als laatst, wat komt hier onderuit? Wat komt hier onderuit? Yo Nintendo fans, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag gaan we weer op zoek naar een 400 euro Pokémon kaart. En ik heb niet één tin, niet twee tins, maar alle drie de Eeveelution tins. Volgens mij zitten er in iedere doos 4 pakjes. Dat is super veel kans op mooie kaarten. Dus doe een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. En dan gaan we snel even uitpakken. Let's go! Woe, kijk deze stapel. In elk doosje zit een promo kaart en ik hou ervan. Ik hou van Eeveelutions. Check deze Flareon kaart. Ah, ik vind de art tegenwoordig echt super mooi. Deze Jolteon met dat geel, groen en blauw. Super nice. I love it. En dan hebben we nog een Vaporeon die hier een surfaanval doet. Of een, ja, wat is het? Hij slaat keihard met zijn staart. Super mooie kaartjes. En die doen we dan natuurlijk gelijk heel mooi netjes in zo'n sleeve, zodat ze niet beschadigen. Hoppakee. Jolteon. Laat even weten trouwens in de reacties wie jij het vetste vindt. Vaporeon, Jolteon of Flareon. We hebben 3 basispakjes van Sword and Shield. Dan hebben we 1 Battle Styles pakje. We hebben 3 Vivid Voltage pakjes. En Chilling Rain pakjes. Daar hebben we er ook 3 van. En gelukkig ook 3 Evolving Skies pakjes. En we beginnen gewoon bij de normale Sword and Shield pakjes. Hier is de codekaart. En uitpakken die handel. Let's go. De Pokémon Center Lady is de eerste kaart. Dan de Trio. Kijk deze derp trio's. Ik vind het super grappig. Kijk die ogen. Ik ga stuk. Dan hebben we een vette Salazzle kaart. De volgende is Mudbrain. We hebben Maractus, een Sobble. Dan hebben we hier Galarian Ponyta. Maar wow, de reverse is een Sinistee. En als laatste hebben we Morpeko. Geen goed pakje, maar dan kan het alleen nog maar beter gaan. Hier nog een codekaartje voor jullie. Kijken welke energy kaarten geluk brengen. We hebben hier de Water Energy. Dan hebben we de Vitality Band. We hebben Hunter, die aan het jagen is. Een Pokémon Catcher. En ik zie al wat moois. Hier hebben we wat moois, jongens. Een Cuffant, Grookey, Yamper, Silicobra, Scorbunny, een Reverse Oranguru. En als laatste hebben we Snorlax V-Max. Is deze niet heel veel waard? Want deze is super cool. Dit is gewoon een heel Snorlax eiland, joh. 340 HP. Wat een super sick kaart. We hebben zulke goede pools de laatste tijd als we Pokémon kaarten gaan uitpakken. Het is niet normaal. Deze kaart is zo vet. Hij heeft gewoon een dik eiland op zijn buik. Lekker man, deze is al 15 euro waard. In totaal heb ik hier 75 euro aan uitgegeven. Dus moet eigenlijk nog 60 euro weten te fixen. Het volgende pakje heeft een energy kaart. Een mooie Seeking. Big Charm. De Rotom Bike. Galarian Ponyta. Minchino. Krabby. Een Chinchu. Een Baltoy. Een Reverse Salander. En als laatste een Sandaconda. Maar deze Snorlax staat dus gewoon in de top 10 van meest waardevolle kaarten uit de base set van Sun and Moon. Sword and Shield. Dan hebben we 1 Battle Styles pakkie. En daarin beginnen we met een Water Energy, Experience Shire, Weeping Bell, Seedra, Sizzly Pete, Mankey. Deze kaarten zijn allemaal nieuw voor mij trouwens, want ik heb nog nooit Battle Styles uitgepakt volgens mij. Blipbucky, een Rapid Strike Shinx, Reverse Houndour en een Lurantis. Dan door met 2 pakjes Vivid Voltage. Hier hebben jullie weer een codekaart. En daar gaan we. Een Steel Energy, een Kurchester Bath, Hitmon Top, die staat te trainen. Met B hierachter, super nice. Swoobatje, een Drillbur. Dan Oshawott. De volgende kaart is een Duskull. Ferroseed. De Riolu, ook wel een grappig kaartje. Lijkt een beetje op Paper Mario stijl of zo. De reverse is een Electric. En als laatste hebben we Xerneas. Ja, nice holo rare kaartje van Xerneas. I like it. Nog een Vivid Voltage pakje. Een Stone Energy krijgen we daar als eerst uit. Dan hebben we daar Shuckle. Cramorant, die lekker een Barrascoota aan het eten is. Nom nom nom. Trubbish. Dynamo. Clubbobbers. Een Woobat. Een Talo. Een Reverse B. En als laatste... Nou, lekker dan. Hebben we nog een Xerneas. Maar nu hebben we nog de vetste pakjes. Chilling Rain en Evolving Skies. In Chilling Rain zitten ook een aantal hele vette kaarten van de Legendary Birds. En hoe vet zou het zijn als we er gewoon even eentje weten te poelen, jongens. We hebben hier Porygon nummer 2. Een Raboot.
Een rapid scroll of the skies. Een shuppet. Squabbat met die mooie boom hier op de achtergrond. Ja, dit belooft heel goed, jongens. Een Sfeel. Een Swirlix. Yamask. Grookey Reverse. En als laatst, Golurk. Snel vergeten, door naar de volgende. En daarin zit een Water Energy. Een Drizzile. Een Seabolt. Melanie. Weedle. De volgende is Galarian Farfetch. Een van de leukste Galarian Pokémon, vind ik. Gasform. Larvesta. Sobble. Een andere Sobble-kaart. Porygon Z en een Weezing. Oh, jongens. Ik wil nog even wel wat mooie pulls, hoor. Kijken of het geluk brengt als ik jullie de codekaart geef. Gewoon nog even één hele goede zou super cool zijn. Psychic Energy. Welcoming Lantern. Clara, die staat te wachten. Brawly. Deliberate. Een Larvesta. Mareep. Een Single Strike Heracles, heel cool. Clobobus, een ander kaartje. Larvesta en als laatst een Greedent. Chilling Rain heeft geen geluk gebracht. Maar Evolving Skies is altijd goed voor ons. Let's go. Grass Energy, Tentacruel, Rubber Gloves. En ik wil niet spoilen, maar ik zie iets. Floette, Petilil. Wat gaan we krijgen? Burgbite, Drowsy, Scraggy, Bagon, The Reverse is a Moon en Sunbatch. En als laatst, wat komt hieronderuit? Oh, like the Rock V-Max Rainbow Rare. Lekker. Oh, dit is een mooi kaartje, jongens. What? Like the Rock V-Max. Dat is eigenlijk mijn eerste Rainbow Rare uit Evolving Skies. Ik had nog niet eerder een Rainbow Rare gepoeld. Ik had wel al hele goede kaarten gepoeld, maar Rainbows nog niet. Deze kaart wordt alleen niet zo heel veel gespeeld in de game zelf. Hij is dus niet super veel waard, ongeveer 10 euro. Maar hey, het is gewoon toch weer een vette pool in Evolving Skies, jongens. Ik zeg, laten we hier gewoon mee doorgaan. Een Electric Energy, Snowleaf Badge, een Hippodown, Braviary, Rockanrola, Psyduckie, een Swablu, Seedot, Woobat, die reverse is een Flapple. En als laatste, nu niet, Milotic. En dan zijn we al aangekomen bij het laatste pakje. Let's go, een Steel Energy, Treasure Energy, dan Digging Gloves, een Palpitoad, Hitmonchan, Fletchling, Tentacool, Pikachu, Seedot, Full Face Guard. En laat de laatste pool mooi zijn, jongens. En als je dit vette video's vindt, doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor meer Pokémon kaarten video's. Wat is de laatste pool? Het is Ampharos. Die heb ik nog niet, dus op zich ben ik daar blij mee. Maar natuurlijk waren de vetste pools de Rainbow Rare van Lycanroc VMAX. En natuurlijk deze Snorlax VMAX, die ik eigenlijk nog veel toffer vind. En we hebben natuurlijk promo kaarten van Flareon, Jolteon en Vaporeon. Super cool. Ik vond het leuk. Ik hoop jullie ook. Ik zie jullie bij de volgende video. Mazzel!